We gaan er helaas ook dit jaar niet aan ontsnappen, de jaarlijkse belastingbrief. En daarom is Geert er komen bijzitten. Geert is onze fiscaal expert. Dag Geert, welkom. Goedemiddag. Ik kijk elke dag in mijn brievenbus en ik heb nog altijd geen bruine enveloppen zien binnenkomen. Is er dan een probleem? Moet ik mij zorgen maken? Nee, dat is niet abnormaal. Als je vorig jaar je aangifte online hebt ingevuld of een elektronisch voorstel van de fiscus hebt ontvangen, dan is het eigenlijk logisch dat je geen papieren versie meer ontvangt. De fiscus wil ook stilaan afstappen van die papieren aangiften. De online aangiften die zijn nu wel al consulteerbaar in TaxOnWeb. Ik krijg wel al heel veel van die fiscale attesten toegestuurd per post of per mail. Ja, wat moet ik daar eigenlijk mee doen? Wel, sommige van die attesten zijn reeds overgenomen in uw aangifte of in het voorstel. Ik denk bijvoorbeeld aan dienstenchecks of pensioensparen. Uh-huh. Andere zaken, zoals de kinderopvang, de vrijstelling van dividenden of je leningsgegevens, ja, die zijn nog niet ingevuld vaak en die zal je dan zelf nog moeten invullen. Doe je de papieren aangifte, dan moet je uiteraard alles zelf nog invullen. En wat zijn eigenlijk de deadlines die ik moet respecteren om mijn belastingsbrief in te dienen? Wel, voor de papieren aangifte is dat 30 juni. En voor de online aangifte is dat 15 juli. Oké. Kan ik al een soort simulatie maken zonder alles in één keer door te sturen? Ja, je kan eigenlijk vrij je aangifte consulteren in TaxOnWeb en daar wijzigingen in aanbrengen. Simulaties, berekeningen mee maken, zoveel je maar wil. Ja. Zolang je eigenlijk de aangifte niet officieel indient. We krijgen elk jaar heel wat vragen over de belastingen. Klassiek rond deze periode van het jaar. Is er een hulpmiddel dat we kunnen aanbieden om ervoor te zorgen dat mensen vooral niet te veel betalen? Wel ja, in onze belastinggids bieden we eigenlijk tal van tips over het correct invullen van de aangifte, maar ook hoe je bepaalde belastingvoordelen moet aanvragen. En hoe je bijvoorbeeld de werkelijke beroepskosten inbrengt. En hoe je vooral niet te veel betaalt. Voilà. Je hebt het gehoord, we hebben dus opnieuw naar goede jaarlijkse gewoonte een belastinggids. Je kan die gratis en voor niks aanvragen via het nummer 0800 50 450.